Deze les gaat over hoofdstuk 7, paragraaf 7 en vandaag hebben we het over het verval van actieve kernen. Als je een hoeveelheid radioactief materiaal hebt, vervallen er steeds kernen. Je hebt steeds minder van die stof over. Het aantal kernen dat per seconde vervalt is evenredig met het aantal kernen dat nog niet vervallen is. Het materiaal zal in de loop van de tijd per seconde steeds minder straling uitzenden. Je kunt niet met zekerheid zeggen welke instabiele kern in de volgende seconde vervalt. Het zal wel ooit gebeuren, maar hierin speelt toeval een grote rol. Het aantal instabiele kernen kun je aangeven met een vervalkromme, en daar zie je hier een voorbeeld van. Deze kromme heeft een speciale eigenschap. Als je gaat kijken op een gegeven moment naar het aantal kernen wat je hebt, en je gaat vervolgens kijken hoe lang het duurt tot je nog de helft van het aantal over hebt, en dan zit je hier, dan hoort daar een bepaalde tijdsduur bij, in dit geval 8 seconden. Ga je dat herhalen, je gaat kijken hoeveel kernen heb ik hier en hoe lang duurt het weer totdat ik nog maar de helft van dit aantal over heb, dan verstrijkt er weer een tijdsduur en het blijkt hier dat het ook weer 8 seconden is. Die tijdsduur die tijd verstrijkt als de helft van het aantal kernen over is, noemen we de halveringstijd t en die definiëren we als de tijdsduur waarin de helft van het aantal aanwezige instabiele kernen vervalt. Die halveringstijd is hangt af van het soort isotoop en daardoor ook specifiek voor het isotoop. Je kunt dus aan de halveringstijd van een bepaalde stof herkennen om welke stof het gaat. De halveringstijd kan soms heel kort zijn. Bijvoorbeeld polonium-212 heeft een halveringstijd van 3·10⁻⁷ seconden. Het kan soms heel lang zijn, want plutonium-240 heeft een halveringstijd van 6.850 jaar, maar ook veel langere halveringstijden zijn daar bekend. We kunnen er ook mee rekenen, namelijk met de formule nt is n0 maal 1/2 tot de macht t gedeeld door t1/2. En laten we eens even rustig kijken welke variabelen hierin verwerkt zijn. Nt is het aantal aanwezige moederkernen op tijdstip t is t. Dus op het moment dat je wil weten hoeveel kernen heb ik nog over. En 0 is het aantal aanwezige moederkernen op tijdstip t is 0, dus het aantal kernen waarmee je begint. En dan t is de verstreken tijdsduur sinds het begin, t is 0, en t1/2 is de halveringstijd. En die doen we in dezelfde eenheid als t. Dus het is niet noodzakelijk om t altijd in seconden te doen, maar zorg er wel voor dat t en t1/2 de halveringstijd steeds dezelfde eenheid hebben. Er is een relatie tussen de halveringstijd en de instabiliteit van kernen. Namelijk, hoe instabieler de kernen zijn, des te kleiner is de halveringstijd. Dat is ook logisch, want als een kern heel instabiel is, zendt hij veel straling uit, zendt hij veel deeltjes uit, vervallen er dus veel kernen. En dus is de halveringstijd kort. Wat hebben we gezien in deze paragraaf? Een aantal begrippen, hoe een vervalkromme eruit ziet en wat de eigenschap is van die vervalkromme. En dus ook hoe we uit die vervalkromme halveringstijd kunnen bepalen. En dan wat halveringstijd precies is, ook wel halfwaardetijd genoemd. Nog even herhalen, dat is de tijd die nodig is om de helft van het aantal kernen te laten vervallen. Met als formule nt is n0 maal 1/2 tot de macht t gedeeld door t1/2. Zorg dat je deze begrippen goed kent. Hier gaan we mee rekenen. Om nt uit te rekenen is niet zo ingewikkeld, maar we kunnen ook opgaven krijgen waarbij bijvoorbeeld nt en 0 bekend is, de halveringstijd op te zoeken is in de BINAS en je t moet uitrekenen. Dat vergt wat wiskunde, maar dat gaan we ook oefenen in de les. Veel succes met de voorbereiding op deze les.